1. Een jas Canis. Oh nee. We kunnen gewoon nu al alles kopen van 500 wintergoeden. Dus jongens, ga deze redeemer, geeft 50 starcoins. Hoi, wel leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe update video. En vandaag is weer de winter aangebroken op Star Sable. Zoals je ziet, hebben we hier al gelijk een pop-up als we inloggen. Ik heb mijn spel nog niet eens op fullscreen. Voor het pionierspad. Nou, er is dus weer een nieuw pionierspad. Dagbonus gaan we natuurlijk even opvragen. En niveau 1 hebben we natuurlijk al gehaald. Dus prima. Maar wat zit hierin? Dat maakt me nu even niet uit. Ik ga eerst eventjes mijn geluid fixen, want waar is mijn muziek? Daar is mijn muziek. Alright. Ja, oké. Ik ga eventjes mijn spel op veel screen zetten. Dat vind ik wel zo fijn. En de kerst is weer aangebroken, maar we hebben ook een pionierspad. Daar ben ik blij mee, want er zijn weer leuke items die we kunnen krijgen. Tot 8 januari, en dat is best wel lang. Dus dat is top. Dit zijn de items die we kunnen krijgen. We hebben gewoon Ux of zo, pantoffels. Kapot, schattig. Kijk dit. Ja, wintermunten natuurlijk. Oh ja, die set. Ja, dat is ook zo. Oorbellen. Oh mijn god. Dit vind ik dus echt een bizar rare outfit. Maar hè, deze vind ik wel heel leuk. En natuurlijk de muts. erg leuk. Wat we ook kunnen doen is... Ik wou zeggen de winter ergens uitzetten. Dat is hier. Kijk, zie. Maar goed, weet je... We moeten het wel eventjes, we moeten helemaal in de vibe komen. Ik heb nog wel, eventjes licht aan hoor. Ik heb wel al gelijk. Oh my god. Oh my god, kijk. Oh. Ze hebben het uitgezet in de fotomodus. Die vage shit wat er overheen komt. Ik wou dat het altijd zo was. Zie je, die vage filter? Ik wil eigenlijk dat hij eraf is. En dat het gewoon er zo uitziet. Oh, maar dit is wel top, want dan kan ik foto's maken met reshade aan, want anders zag dat er niet uit. Oh my god. Oh, dit is echt een verbetering, nu al. Daar ben ik heel erg content mee. Oh, ik hoor bijna geen muziek. En ik vind dat stom, want... Nou, er is gewoon hier niet veel muziek. Ik denk in het kerstdorp wel. Maar goed, pionierspad. Dat gaan we natuurlijk weer helemaal grinden. Dat komt helemaal goed. De geit, jongens. De geit. Ik ben trouwens helemaal alvast in mijn winterkleding, zoals je trouwens ziet. Dat wou ik nog even zeggen. Een mooi outfitje uitgekozen voor deze gelegenheid. Er komt een klein joegeitje op je af. Nou, dit is natuurlijk hetzelfde als eigenlijk alle andere jaren. Wat? Waar moeten we heen? Naar Mordland. Hallo, weet je hoe ver dat is? We moeten natuurlijk naar Holdsworth daarvoor. Kijk, daar is de muziek. Ik hoor het heel hard. We moeten even de wintermunt uit onze kast trekken. Bijna 500. Oh my god. Besef, ik kan gewoon alles al kopen waarschijnlijk. Wat we überhaupt kunnen kopen nu. Maar hey, dat is alleen maar fijn. Ik wist dat ik er nog heel veel had. That's fine. We gaan denk ik nu eventjes, ja, daar met mevrouw Holdsworth. Want daar moeten we uiteindelijk heen. En vanaf daar kunnen we dan, ja, met die quest zeg maar. Hier staat ook wel gewoon een... Weet dat? Hier staat ook gewoon een... hoe heet dat nou? Zo'n slee. Zo'n slee, dat is het. Slee. Die staat er ook. Maar voor de quest moet je in Warland zijn. Zo, laten we er gewoon heen gaan. Ja, weet je. Zo, die trailer is hard in mijn oor. Oh, altijd gezeur met het geluid. Oké, we hebben ook weer van die dingen met dat licht. En dan kan je dus elke dag 3 badges van 3 activiteiten doen. Voor wintermunten is dat... Dus dat is ook leuk, hè? Weet je, het is allemaal natuurlijk een beetje hetzelfde, maar het is toch wel weer een vibe, hoor. Oh, wat een drukte. Eerst stonden er geen mensen. Nou, zij gaat natuurlijk vragen of dat ik een baby wil of zo. Oh, ja, die wintertradities. Hoe vind jij de feestdagen? Altijd hetzelfde dit, jongens. Ik vertel het elk jaar weer. Maar ja, ze is oud, dus ze vergeet het gewoon. Dat is het, denk ik. Ze is gewoon dement of zo. Oké. Nou, mag ik... Oeh, kijk, 100 van die punten. Zag je dat? Ja, ik moet nu het geitje volgen naar het dorp. Oh, ik heb echt de hele dag... Ik moest thuiswerken en dan zit ik dus naast mijn... Deze computer waar ik nu op speel, zeg maar. En dan is de... Oh, de verleiding zo ontzettend groot om in te loggen op Star Sable. Maar ik wil niet dat al doen als ik niet opneem, weet je wel. En ik ben gewoon aan het werk, letterlijk.
Dus de verleiding was enorm, maar het is me gelukt om niet stiekem toch op Starzable te gaan. Dit is oprecht de eerste keer dat ik inlog vandaag. Maar ik had er zoveel zin in, oh my god. En iedereen in de club is ook weer heel enthousiast en iedereen is dan weer actief. Oh, dan heb je deze weer. Ik vind het echt een grappig plaatje. Met Kawa Pianner, love it. Maar we zijn er weer, kijk dit. Oh my god. Oh ja, dit liedje, ja. Helemaal leuk. Kou, fris, brr. Welkom in het witte dorp. Nou, dan gaan we natuurlijk weer die rondleiding doen. Want het is altijd zo, voordat je echt alles kan doen. Dus we gaan weer lekker van de glijbaan. Oh my god, dit is toch wel echt... Oh my god, en de gezelligheid is er wel. Dat vroeg ik me nog af, want de vorige keer was de gezelligheid er niet. En dan moesten we dus wintersfeer verzamelen. 18.000 wintersfeer verzamelen voordat de gezelligheid weer terug was. En iedereen haatte het zo erg dat je daar iets voor moet doen. Wat normaal gesproken gewoon er al was, zeg maar. Dus ik ben blij dat het nu gewoon in de game is. En dat we daar niet weer het een of ander voor moesten doen. Volgens mij kunnen we wel wintersfeer verzamelen, maar daar krijg je dan gewoon punten voor het pionierspad en niet meer voor iets anders. En laten we hopen dat het ook zo blijft. maar we gaan er zo meteen achter komen hoor, jongens. Geen stress. De boom, jongens. Oh my god, we hebben natuurlijk ook nog al cadeaus gekregen. Want het is inmiddels al 4 december en de cadeaus, zo'n adventkalender gaat natuurlijk, begint vanaf 1. Dus dat moeten we ook nog doen. Weet je wat? We zijn er nu toch. Laten we het gewoon direct doen. 1. Een jas Canis. Oh nee. Waarom zeg ik dat? Dat is gewoon... What the fuck? Wat is er mis bij mij? Even serieus. Waarom dacht ik dat het op rechter stond? Dat is best wel triest. Oké, 2. Glimmende edelstenen. Oeh, 5. Holy shit, dat is best veel. Dat is ziek veel. Ik hou van deze jas, by the way. Holy shit. Maar ja, nu gaat iedereen erin rijden. Dus, maar I love it. Oh ja, de redeemcode, die heb ik al geredeemd, want die had ik al wel voorbij zien komen. Dus jongens, ga deze redeemen, geeft 50 starcoins. Dus ga het vooral even doen. Wat staat daar? Bon voor, oh leuk, nice. Ach, ik hou van dit, zo handig al die items. Dat vind ik echt heel erg chill. Goed, laten we eventjes die rondleiding gauw afmaken, want ik vind dat zelf niet zo heel denderend. Ik wil namelijk gewoon dingetjes doen. Dit is ook wel dingen doen, maar ja, je snapt wat ik bedoel. Oh, daar is al gelijk iemand. Kijk, want in de echte wereld is er altijd 1, of bijna altijd 1, zo'n activiteit. En dan in de Winter Village. En hier staat iemand. En die gaat dan elk uur volgens mij switchen, denk ik. Volgens mij is het niet elk half uur, maar elk uur. Dus laten we gewoon even kijken of die pop ons iets te vertellen heeft. Kunnen we dat al doen? Ja, oké. Okay. Nou, weet je, ik heb helemaal niks. Ik ben klaar. Ik zeg gewoon dat ik klaar ben, ook heb ik niks gedaan. Want je moet hem eigenlijk aankleden. Kijk, ik krijg weer van die punten ervoor ook. Maar waarschijnlijk kunnen we ook weer hooi maken. Voor punten voor het pionierspad. Dus dat vind ik ook fijn, want dat gaat gewoon wel extra snel. Maar ondanks dat ik eigenlijk gewoon dagelijks deze dingen waarschijnlijk ook ga doen. Totdat ik er gewoon zat van ben. Want ja, ik hoef het eigenlijk niet te doen. Voor de wintermutten, want ik heb er al 500. En dat is ongetwijfeld genoeg om nu al alles te gaan kopen. En normaal gesproken wacht ik tot het einde om al die wintermutten uit te geven. Maar misschien ga ik dat nu wel gewoon gelijk in de eerste update doen. Ja, weet je, wat maakt het ook uit, joh? Weet je, laten we eens een keer wat anders doen dan normaal. Ik loop helemaal om, maar ik moet hier ergens zijn. Waarschijnlijk bij de paarden. En er zijn ook nieuwe paarden, by the way. Ik ga even koekloeren. Ik heb er al heel wat voorbij zien komen dat mensen ze echt leuk vinden en zo. Ik twijfel daarentegen, want ik ben zelf niet zo'n rendier-fan. Als ik dat mag zeggen, ja. Ik vind deze kleur echt best wel cool, hoor. Daar iets van. Ik vind hem wel vet. Hij is echt wel cool. Ik zie mezelf er alleen niet echt op rijden. En eigenlijk geldt hetzelfde voor deze. Ik vind deze ook cool, deze kleur op zich. Ja, maar het is niet dat ik ervan sta te springen. En dat gewei, dat heeft iets waardoor ik echt denk van... Ja, weet je, ik zie mezelf er gewoon niet heel erg op rijden. Dat is het eigenlijk gewoon. Dus ik denk niet dat ik daar mijn geld aan ga verspillen. Omdat ik gewoon niet echt de wow-factor heb. En ik vind dat ik dat wel moet hebben. Heel makkelijk gezegd. We gaan even weer naar boven. Trouwens, normaal was al die...
noorderlicht zeg maar ook echt deze kleur, maar nu is het veranderd. Ik denk dat het is omdat je dan makkelijker die kan onderscheiden, zeg maar. Dus dat is wel handig op zich. En ik vind het ook wel mooi. Er komt nog meer. Oh ja, natuurlijk ontdek welke dingen er nog meer in het winterdorp kan doen. Zou je me ergens mee willen helpen? Zoek in de omgeving van het campus van naar Juniper. Volgens mij zou je naar het campus willen gaan en kijken of alles goed is met haar. Oké, nou dan moet ik dus blijkbaar iemand zoeken. Ja, weet ik veel, joh. Ik vind het prima. Oh, ik heb ook alweer een beloning. Nou, I love it. We hebben hier natuurlijk de race, jongens. Heel veel kleuren. Oh, kijk. Oh mijn god, we hebben zoveel. De race, de iconic race. Ja, I love it. En deze krijgen volgens mij 300 of 500 XP. Oh, 300 XP. Nou, weet je, laten we hem gewoon even doen. Ik ga denk ik niet alles in de video doen. Want ik wil ook gewoon, weet je, kost tijd, weet je. En tijd is geld. Nee, grapje. Maar ik bedoel, weet je, de meeste dingen gaan jullie echt ongetwijfeld de komende weken nog wel voorbij zien komen. Kijk, ik zie allemaal, kijk, dit is dus wintersfeer. En kijk, die kan je dus voor één, per wintersfeer krijg je dus een punt. Dus dat is echt super ideaal. Daar kan je denk ik ook best wel heel erg snel mee het pionierspad grinden. Dus dat is echt wel top. Ik weet nog dat we dat de vorige keer echt helemaal met livestreams van Jessie deden. Dat was echt. Oh, wat hebben we gegrind toen, jongens. Voor ons leven. Niet normaal. Maar goed. Toen had ik ook nog best wel veel tijd. Want had ik school. Wat betekent dat ik ook op woensdag gewoon de hele dag vrij was toen. Wat echt top was, jongens. Oh, ik kan niet wachten tot ik weer school heb straks. Al zit ik wel in mijn examen half jaar straks. Dus zou ik waarschijnlijk ongetwijfeld ook nog wel relatief druk zijn. Maar dat zien we dan wel weer. Oh ja, ze hebben nog steeds niet gefixt dat hij die dingen eerder afschiet. Maar ik heb het nog steeds wel een beetje door waar ze worden neergezet, zeg maar. Dus ik kan ze ontwijken zonder dat ze er al staan. Want eigenlijk zijn het gewoon onzichtbare muren als die nog niet afgeschoten zijn. Dus dat is ja, vervelend. Als je niet weet wat het is, dan dender je er elke keer tegenaan. Ik ga ook altijd links. Ik weet ook niet waarom. Ik weet ook niet of het sneller is. Naar mijn gevoel wel. Maar Joost mag dat weten. Ik heb het nooit uitgemeten. Dus ik heb geen idee. Ik weet wel dat ik één keer heel hard getryhard heb op deze race. En dat ik hem ook uiteindelijk als eerste heb geëindigd, zeg maar. Dus ja, weet je. Dat ga ik zeker dit jaar niet meer doen. Nou, kijk. Weer 2 munten rijker. Wat we even moeten doen is beneden hebben we allemaal quests. Dus laten we daar gewoon even heen gaan. Hier hebben we natuurlijk de quest voor de race. Maar die ga ik even skippen. Want dat doe ik gewoon lekker zelf. Wat hebben we hier achter? Hebben we daar nog de kerstman of zo waar we tegen moeten praten? Of wat is hier? Wacht, hè? Oh, ik ben alweer veel te ver. Ik schat die kaart echt heel verkeerd in elke keer. Want eigenlijk hoef je maar een paar meter te lopen voordat je daar bent. Oh ja, hier zo. Oh, hier kunnen we natuurlijk. Oh, kijk. Wacht, eventjes de shops checken. Want er zijn echt leuke dingen. En ik heb echt gespaard voor mijn leven met licht. Omdat hier misschien wel leuke items uitkomen die ik dan kan kopen. Dat is top. Veel plezier. Nou, bedankt. Goed, hier zie ik een of ander ruilding. Oh, dit is dit weer. Oh, dit zijn nog die wintergoeden van vroeger. Ja, oké. Nou, dat hoef ik nu niet. Dit is denk ik waar je mee. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Dit is zo leuk. Oh ja, ik moet dit allemaal. En weet je wat? Ik kan het ook allemaal kopen. Oh, deze heb ik dus allemaal. Dit is ervoor gezet. Maar alles wat daarboven is zonder dat groene icoontje. Oh my god, dit is zoveel. En ik vind deze ook echt leuk. Echt top. Dan weet je, fuck dat. Zullen we het gewoon doen? We gaan het gewoon nu kopen. We kunnen gewoon nu al alles kopen van 500 wintergoeden. Dus ja, weet je, ik zou niet weten waarop we anders moeten wachten. We gaan het toch kopen. Dus of het nou nu is of over 3 weken. Ja, wat maakt dat uit? Letterlijk helemaal niks. Oh, deze laarzen. I love it. Ik vind het ook zo cute. Je moet oppassen met de paardenspullen, want die blijven dus staan, zoals je ziet. Dus dat je die niet per ongeluk 2 keer koopt. Dus je moet goed opletten wanneer er een groen icoontje bij staat, in ieder geval. Oeh, kijk, we gaan toch wel snel door die wintermensen dan heen, hè? Oeh, oké, daar een beetje boeien. Oh, wat? Wacht. Oh, dit zijn andere laarzen, bewolkte winterhemel.
Ja, het zijn wel andere, maar ze lijken wel op elkaar. That's fair, want deze kleding die verdwijnt inderdaad gewoon. Oh, allemaal losse brakka's. I love it. Ja, dit wil ik. Dit wil ik. Oh, het past ook allemaal net in mijn kast. Zie je dat? Nou, maar we hebben nog gewoon... Oké, nog net geen... Ik wou zeggen ruim 200, maar we hebben nog net geen 200 munt over. Dus ik ga nu in beeld laten komen wat het kost om alle nieuwe items te krijgen. Dat moet ik even uitrekenen, maar daar heb ik... Ik weet niet hoeveel ik net had. Dus dat doe ik achteraf bij het editen wel. Wat het kost om al deze erbij te hebben. Wat, ja, deze zijn al eerder vorig jaar uitgekomen, dat weet ik niet. Dat ga ik ook niet uitrekenen, dat moet je zelf even doen. Maar dat heeft me dus zoveel wintermunten gekost. Ik heb lekker, oh my god, ik heb gewoon alles helemaal vol. Oké. Okay. Oh ja, is dit al van vorig jaar? Dat meen je niet. Oh, en ik heb het denk ik echt maar één keer opgehad of zo. Oké, dat is... Oh, deze wou ik nog heel graag. Oh ja. Ja. Oké, hier ga ik sowieso nog wel wat dingen van kopen. Deze vind ik niet zo. Oh, deze heb ik ook niet. Nou, weet je, genoeg dingen om te kopen. Oh, deze is ook cute. Oeh, deze is ook leuk. Nou, weet je, zo zie je maar weer. Je moet echt... oh, deze. Ja, ik moet het allemaal. Ik wil deze heel graag. Oh my god, jongens. We moeten echt nog veel. Jeetje. Of ja, we moeten nog veel, maar ik wil best wel veel. Nou, het kan ook, want ik heb genoeg gespaard. Wat is dit? Ik hoef geen peperkoek te zijn. Kijk, peperkoekvrouwtje outfit. Nou ja, niet heel interessant. Zijn er ook nog nieuwe items? Ergens anders misschien? Geen idee. Er zijn zoveel kraampjes. Wacht, is het deze? Hier was ik net al, toch? Oké, wacht, hiernaast. Er was één zo'n winkel. Volgens mij is het deze. Oh nee, huh? Oh, deze. Oh mijn god, die wil ik ook nog wel. Dit dekje, die is heel cool. Oeh. Deze ook. Deze ook. Deze ook. Oh mijn god. Oh, deze set. Oh nee. Dit. Ja. Oh my god, jongens. Er is zoveel wat ik nog wil. Het slaat nergens op, maar ik moet... Ja, weet je. Oh. Dit wordt inslaan geblazen. Dit is niet normaal. Dit is die race. Dat ga ik even skippen. Wat is daarachter ook alweer? Ik denk iets met die... oh, speciaal momentje. Iets met die... ik kan van die beelden, ijsbeelden of zo maken, toch? Dacht ik. En hierna gaan we trouwens nog naar Moorland. Want dat hebben we ook nog. Dat moeten we niet vergeten. Kijk maar. Oh, en daar is ook een winteractiviteit. Maar... oh, dat duurt nog wel even voordat die gaan veranderen. Waar moet ik heen? Deze kant op. Ik zie hier inderdaad Alex. Hallo. Oké, ik krijg dus wintermunten voor. Oké, wacht. Je moet weer afsteken. Ik ben gewoon verder. Hallo. Hoe heet je? Shout out daar. Violetta. Oh, wacht. Wat moet ik doen? Oh, dit is weer zo'n minigame. Oh, ik moet... Ik dacht... Jezus, ik druk op spatie automatisch. Maar je moet gewoon klikken. Oké. Fair. Oh. Oké. Goed. Volgens mij is het gewoon hetzelfde als de vorige keer. Ja, weet je. Niks bijzonder eigenlijk. Maar ik ging automatisch op spatie drukken. Omdat die minigames ook altijd op spatie zijn. Als je op dingen moet wachten. Maar dat werkt natuurlijk hier niet. Kijk, dat doet ze even hoor. Met die automatische zaag. Die niet bestaat. Want... Oh jawel, ze heeft hem wel op de hand nu. Net niet. Of ben ik nou dom? Nou ja. Het is en blijft Starship. Oh nee, hij verdwijnt gewoon. Oké. Nou, wauw. Wat mooi. Kijk dan wat een mooie dingen ik heb gemaakt. Helemaal sneeuwvlokken en een paard. Jeetje. Moet je zien wat mooi. Ja, zeker. Heel mooi. Nou, geen XP. In ieder geval geen player XP. Ik weet niet welke dailies hier nou... wel player XP geven, maar daar kom ik snel nog achter. Ik doe deze eventjes meepakken nog. Oh, ik ben nu toch in de buurt. Dus weet je, we moeten weer eventjes wat wintermunten gaan sparen voor als er nog een nieuwe set komt voor wintermunten. Of gewoon voor volgende jaren natuurlijk, want ik ben blij dat ik een buffer heb. En dat niet alles gelijk nu op is. Maar ik ben echt blij met al die kleding. Kijk dan één keer hoeveel mijn inventaris is. Allemaal nieuwe kleding gewoon.
Oh mijn god. Oké, ik ga nu de paarden... Are you kidding me? Oh nee, dit vind ik heel naar. Waarom? Is dat gewoon omdat het nu even gebukt is? Want normaal kan je natuurlijk gewoon bellen naar de paardentaxi en dan... Wow. En dan ga je naar de... kan je zeggen, terug naar de ingang. Oh, dat is echt heel irritant. Of het is gewoon gebukt hoor, dat kan ook. Ik weet het niet zeker. Oh, ik kan niet wachten om, als ik deze video af heb, om gewoon met een theetje eventjes lekker rond te rennen. Ja, love it. Goed, dan gaan we lopend heen. Ja, wat moet je dan? Ik wou echt dat je het uit kon zetten. Kijk, ik hoeveel mooier dit is dan dit. Dit is zo geel. Waarom kunnen we dit gewoon zo houden? Dit wil je toch veel, dit wil je toch veel liever? Ach, nou ja. Ik wou dat soms hebben dat, dat je daar gewoon een optie van kon hebben. Maar dat is niet zo, helaas. Oh, kijk. Hallo. Juniper. Een andere kaprant. Dat ik op hier zal doen voor je mee aan de wedstrijd. Moet ik... Oh, doe mee de kaprant. Oh, ja, abonneer. Inderdaad. Zeg dat wel. Je moet even abonneren. Zie je. Ik moet wel luisteren. Maar Juniper, die zegt dat we mee moeten doen aan de champ. Maar er is... Oh, wacht. Het is natuurlijk niet elk uur, maar elk half uur. Wow, ik ben in de war. Er is wel bijna een champ. 18:30. Zilverkleed dorp. Fair. Wij gaan de Zilverkleed dorp. En dan gaan we daar eventjes de champ doen. Let's go. Nou jongens, kijk één keer hoe druk het is. Oh mijn god, mijn hele user interface die verdwijnt. Hey. Ja, weet je, zullen we gewoon trouwens met of zonder de sneeuw? Ik denk dat de meeste nu eens met sneeuw zeggen. Dus laten we gewoon met sneeuw doen. Weet je, omdat het nu toch nieuw is, kan je het beste eventjes... Weet je, het is wel leuk om even in te komen natuurlijk. Op een gegeven moment word ik die sneeuw wel zat. Dus ik denk dat ik hem grotendeels in de echte wereld gewoon uitzet. Maar voor nu, omdat het nieuw is, is het... Weet je, dan laten we hem gewoon even aan. Voor een keer, het is wel... Een beetje in tegendeel met gems. Maar ik doe deze gem niet om te winnen. Want ik moet hem gewoon even doen. Voor de quest. Maar ja, ik heb toch een level 12 paard. Dus de snelste ben ik niet. Hè? Dus kijk, hier loopt dat nieuwe paard. Snow Angel. Dat is een hele bijpasselijke naam. Dus weet je, hartstikke leuk. Cutie is. Oh, die hoeven. Oh mijn god, ik heb het niet gezien. Oh, hier zit er nog een. Kijk. Oh, wow, dat haar op die... Dat is wel een beetje gek. Ik weet niet, ik ben er niet echt fan van of zo. Maar weet je, ieder zijn ding jongens, ieder zijn ding. We gaan even deze jump knallen. Ik ben benieuwd wat er dan is met die kapran of zo. Want die was kwijt of zoiets. I don't know. Geen idee, we moesten deze dit gaan doen van hem. Dus dan luisteren we gewoon. Hè? Als de good girl die we zijn, gewoon luisteren naar... Een stomme fucking kabouter. Mm-mm. Oh, ik vind het er heel glad uitzien. Oh ja, we kunnen wel lekker bij Veeldeel nu over alles heen. Met het, dat water is natuurlijk ook allemaal ijs geworden nu. Dat is wel chill. Dus er komen echt nog heel veel nieuwe dingen aan. Want ja, elke week komt er dus een nieuwe update in het winterdorp, zeg maar. Dus een nieuwe activiteit over het een en ander. Dus... Er komt nog genoeg aan wat nu nog niet uit is. Maar dat zien we dan wel weer. Maar het meeste hebben, ja, kennen we al wel waarschijnlijk. Als in, dat hebben we de afgelopen jaren natuurlijk ook allemaal meegemaakt. Dus het zal niet heel veel anders zijn. Maar goed. Dit is trouwens mijn eerste champ met een Noriker. Want ja, ik hoef anders nooit een champ te doen. Met een paard dat ik aan het trainen ben. Ik miste volgens mij bijna de checkpoint. Ho. Oh. Nou, we gaan niet slecht, maar ook... Oh, we gaan alweer een plek naar achter. Oké. Okay. Oh, waarom komt er ineens iemand... Holy shit, zeg je. Hoe snel zij deze bocht opkwam, hoor joh. Ik kan het wel minder goed zien, inderdaad. Met die sneeuwhaat, maar ja, dat is wel logisch. Oh, ik ga helemaal vast. Oh nee, hoezo sta ik derde? Ik ging juist heel slecht. Wat? The fuck. Anyways, hun weten niet dat je hier gewoon kan lopen. Ik vind het wel leuk dat je trouwens echt zo'n, ja, zo'n spoor ziet waar iemand is geweest in de sneeuw. Dat vind ik leuk. De sneeuw is wel verbeterd sinds de afgelopen jaren. Ja, dit was vorig jaar ook al hoor, maar... Oeh, zag je nog in het hek op het eind? Oh shit, ik heb helemaal een uitschieter.
Wow, ik ben gewoon nog wel derde. Wie had dat verwacht? Nou, Riley niet. Nee, wij moeten terug naar die Capran. Heel gauw. Helemaal weer naar Moorland. Wat een gesjees helemaal over dit eiland. Verschrikkelijk. Nou, Juniper, waar ben je? Oh, dit kan je. Oh, dit kan je gewoon elke dag doen. Of weet ik veel. Het is een daily. Dus mocht je een champ doen, kan je het goed deze even aanklikken. En dan, ja, dan krijg je ook weer wintermuntjes. Dus dat is top. Waar. Oh, ik wou zeggen, waar ren ik nu weer tegenaan? Maar die was vrij duidelijk. Alleen dat ding is net zo hoog als een sneeuw. Dus dat zie je niet. Oh my god. Maar volgens mij heb ik het meeste wel gedaan. Wat er nu uit is gekomen. Video duurt ook alweer veel te lang. Maar ja, veel te lang. Maar lang zat, laat ik het zo zeggen. Het is wel een heel contrast hoor met buiten. Buiten is echt heel geel. En hier zit echt wel een stuk. Ja, warmere kleuren, zeg maar. Wat ik wel fijner vind voor mijn oogjes. Maar goed. Oh, de Winterdorp Race. Oh ja. Oh, Ping is er ook in de Glimmerrace. Bij de. Oh my god, de Veildeel. Nou ja, weet je, dat doe ik lekker zelf. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze video. Laat even weten. Wat vind jij het leukst van deze update? Of vind je deze update helemaal niet leuk? Dat kan natuurlijk ook. Laat het even weten. En abonneer natuurlijk even op mijn kanaal. Want dan blijf je up-to-date. Ik doe geen vlogmes. Veel mensen vroegen dat. Of ja, een paar mensen vroegen dat. Maar ik heb er gewoon simpelweg geen tijd voor. Dus dat wordt hem niet. Maar ja, weet je. Geniet maar van de twee video's die ik elke week ga uploaden. Gewoon zoals normaal gesproken. Daar moet je dan daar maar eventjes naar kijken. Dus bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie weer in de volgende video. Dus tot dan. Toedeloe!